Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Future Teacher Talk februari over het thema online leren wat werkt. En je ziet daar de naam Future Teacher Reactivated. Daar komen we later op terug. Waar komt Future Teacher vandaan? Toch nog heel eventjes terug opratelen. Zowel D-Learning als ikzelf, Tonet, zijn in 2016 gestart met een Erasmus Plus project. Key Action 2, dus strategisch partnerschap. En we hebben Future Teacher, namelijk thermometer, kompas en modules, ontwikkeld. Ondertussen is het project ook afgesloten en hebben we onze beoordeling gehad, waar we zeer trots op zijn, op het resultaat. We hebben samen met de verschillende partners 19, dus elk van de partners heeft 19 verschillende webinars georganiseerd sinds 2017. We hebben daarvoor 1700 mensen gehad. En in de volledige modules die openstaan, zit er momenteel een kleine 37.000 mensen in geweest. Dus dat is toch wel een heel mooi succes. De thermometer op zich, dus de vragenlijst, is 1600 keer ingevuld. Die cijfers zijn van september, dus is een pak meer ondertussen geworden. Nu, omdat alles blijft veranderen, didactiek, technologieën, hebben we besloten om Future Teacher ook verder te blijven ontwikkelen. En vandaar de naam Future Teacher Reactivated. Dus alle thema's die we de voorbije 3 jaar aan bod hebben laten komen, zullen opnieuw de revue passeren in de komende tijd. En één daarvan was dus online leren. Wat werkt en wat werkt er niet? Zoals vandaag als webinar. Ik ben Katrien. Ik ben ondertussen een tiental jaar projectbeleider van Tolnet. En mijn collega Inge van het Nederland, van D-Learning, wij zullen samen deze webinar verzorgen. Zullen we even beginnen met een verhaaltje? Ik ben in mijn leven begonnen als docent op de basisschool, dus voor de jonge kinderen. En ik was daar op een gegeven moment biologie aan het geven uit een zeer verouderde methode. Ik zag dat de kinderen behoorlijk verveeld waren en ik moest wel alle toeters en bellen erbij halen om te zorgen dat ze het interessant vonden en dat ze het überhaupt onthielden. En op een gegeven moment hadden we een les over de regenworm. En toen dacht ik van, hoe kan ik dat nou anders gaan doen? En toen ben ik met ze naar buiten gegaan en heb ik ze allemaal een riek gegeven. Heb ik ze laten zien, of in groepjes, heb ik ze laten zien hoe ze die regenwormen naar boven zouden kunnen krijgen. En toen vroeg ik aan ze van, goh, wie durft dadelijk zo'n regenworm op te pakken op het moment dat hij naar boven komt? Nou, er waren er wel een stuk of 2, 3 van de 30. Ik denk, nou, dat komt wel goed. Dus op een gegeven moment komt de eerste regenworm naar boven. En in plaats van dat die 2 dat doen, duiken ze er allemaal bovenop. En was de worm doormidden. Dat was iets minder voor de worm, maar tot grote hilariteit van de hele groep. Dit is echt een waar gebeurd verhaal. En zomaar een verhaal uit mijn tijd als docent. Ik kom dadelijk op terug waarom ik dit nu vertel. In de chat hebben jullie, als het goed is, een linkje gekregen naar de module zelf. En we gaan een experiment doen. En dat betekent dat jullie zelf in de module verder gaan werken. Dus telkens als ik zeg, ga naar de volgende pagina, dan ga je naar de volgende pagina. Kan iedereen hem even opzetten en geef in de chat even aan of het gelukt is. Katrien, ik kan de chat niet zien, dus misschien moet jij dat even in de gaten houden. Je mag ook, je hebt ook normaal gezien handje omhoog. Je mag ook het handje omhoog steken als je de online module hebt opengezet. Dat is misschien handiger dan de chat. Voilà, Nico geeft het goede voorbeeld. Ja, ik zie al een aantal handjes komen. Dus voor degenen die het nog niet gevonden hebben, onderaan bij participants, bij jouw naam, kan je een handje kiezen. Klik op het handje van het moment dat je de module hebt opgestaan. Dan ga je naar deze pagina. Jouw ervaringen als lerende. En dan, als je er bent, dan is het leuk om in te vullen. Als je er bent, is het leuk om in te vullen. Wat is nou jouw meest memorabele en leuke ervaring toen jij nog student was of op de basisschool? Gewoon een kort antwoord. En als je dat ingevuld hebt, klik je klaar.
Ja, ik, zo het kind moet ik nog heel eventjes terug de link bezorgen. Dus, Oei, er is iemand. Inge, is dat bij jou? Nee, het is niet bij mij. Misschien even iedereen muten? Ik ga nu zelf alvast naar de volgende pagina. Als je nog niet klaar bent met schrijven, dan ga je gang. Want het duurt eventjes omdat ik hem deel voordat er de resultaten komen. Niele, jij kan niet schrijven. Normaal gezien, als je erin klikt, kan je typen. In de... Voilà, ik zie hier al iemand heeft geantwoord proeven bij scheikunde. Ja, dat was mijn test. Dat was uw test, oké. Okay. Heeft iemand al iets ingewild? Ja. Ja, ja. Ik ga de handjes ook weghalen. Dan kunnen we ze straks opnieuw gebruiken. Dus, voilà. Nou, er komt al van alles binnen. Leuk. Iemand zegt, ik was heel schools. Dus ik vond eigenlijk alles wel leuk. Dat is wel heel grappig. Want dat betekent dat hoe je bent ook heel erg uitmaakt van hoe je dingen ervaart. Ja, een leuk show. Vliegtuigen ook heel leuk. Uitwisselingen met andere scholen. Een fotorapportage over Zuid-Amerika. Ja, leuk hoor. Ik wacht nog heel eventjes. Ja, er is, zijn nog een aantal mensen nog niet die vroegen in de chat hoe dat ze bij die pagina kwamen. Dus gewoon onderaan op de pijltjes klikken naar rechts tot je bij de pagina bent die Inge zo net. Ja, Soetkin, dit werkt ook in Safari. Dat is ook grappig. Een brandoefening op de PC in een levensechte omgeving. Is dat een soort serious gaming of zo? Gameomgeving geweest? Ik kan de chat niet volgen. Katrien, als iemand antwoord geeft, dan moet jij het even zeggen. Ah, proefjes, ja, ook. Nou, ik ga eventjes alvast naar de volgende pagina. Dan krijg je nog een vraag. En dan kun je die vast gaan invullen. En dat is, wat is jouw meest memorabele en leuke ervaring geweest als docent? Dat jij met een groep hebt gedaan. Heb je nou geen groep of ben je geen docent? Probeer je dan even voor te stellen dat als je wel docent bent, wat je dan zo weer zou willen doen met je groep. Dus als je klaar bent met de eerste vraag, dan ga je naar de tweede vraag. Nou, ik zie dat er niks meer bij is gekomen. En anders kun je later altijd nog eventjes terugkijken. Ja, mooie storytelling. Ja, Inge, sommige mensen geven aan in de chat dat ze niet kunnen typen. Oh? Normaal gezien in de pagina hiervoor, ja. In het witte vakje, als je daar klikt, kan je typen. Maar je moet dus wel in je eigen linkje klikken, dus niet. Je kan niet typen op het scherm dat Inge nu deelt. Dus je moet hetzelfde linkje dat in de chatbox staat eventjes open doen in een nieuw venster. Ja. En dan in je eigen leerobject. Ja. Nou, eens even kijken wat we al een antwoord hebben. Net afsluiten met een mooie foto van een afgewerkte affiche. Ja. Ook altijd mooi om een affiche te laten maken, om zo de verschillende dingen te laten verwerken. Activiteiten buiten de klas. Ik had zelf met mijn leerlingen van karton een hele teletijdmachine gebouwd, dus dat vonden ze al heel leuk. En vervolgens gingen we elke geschiedenisles met de teletijdmachine naar die tijd toe. Maar dat waren jonge kinderen, dus dan is dat wat makkelijker dan als de kinderen ouder zijn. Maar ook daar kun je gewoon leuke dingen verzinnen. Even kijken. Oh ja, ja, natuurlijk ook als je inderdaad iets gaat doen waar je ook echt een succeservaring bij hebt. En de leerlingen zelf het een en ander laten bedenken, dat werkt natuurlijk ook altijd heel goed. En spelletjes, ja. Het is wel heel mooi, want jullie geven allerlei antwoorden. Waar ik zo op terugkom, die daar ook helemaal in passen.
Als je het hebt over breinleren, dan kijk je naar de psychologische, de cognitieve en de neurowetenschappelijke kant. Dat zijn allemaal hele ingewikkelde woorden, maar waar gaat het nou om? Is het nou gezond verstand? Als je als docent voor de klas staat, wat ga je dan doen en hoe ga ik dat dan doen? Of is het een uitdaging om ons leren en lesgeven opnieuw te bekijken? En dat is eigenlijk gewoon een vraag die je jezelf eens moet afvragen. En daar gaan we nu niks mee doen, maar als je hiermee bezig bent geweest, dan is dat wel leuk om eens terug te kijken naar van, goh, kan ik de dingen ook anders aanpakken? Of doe ik het al helemaal goed? Je mag dit leerobject, dat heb je, dus je kunt deze links een keer volgen, dan heb je ook wat achtergrondinformatie. We moeten er wel wat kanttekeningen bij maken, ook bij het brein leren. Want het is wel een mooi verhaal ook. Er was een studie in een laboratorium dat bleek dat als je met kinderen voordat je begon goocheltrucs deed, dan pikten ze daarna de stof veel beter op. Maar dat is natuurlijk heel mooi, want dan zou je gewoon elke keer goocheltrucs of iets anders gaan doen, waardoor ze het beter oppakken. Maar bleek dat als je de verkeerde goocheltrucs pakte, dan werkte het juist averechts. Bijvoorbeeld het doorzagen van iemand wat kinderen heel erg luguber vonden, dat werkte weer averechts. Dus het is niet zo makkelijk als dat het gezegd wordt, zeg maar. Maar het is wel de moeite waard om het eens in je groep te proberen. En er zijn ook een aantal niet onderbouwde beweringen waar het heel makkelijk over gaat, is leerstijlen of je linker- en rechter hersenhelft, dyslexievriendelijke lettertypes. Dat wordt heel makkelijk gezegd, maar daar zit eigenlijk heel veel achter nog. En het is niet zo makkelijk als dat het dan uitgelegd wordt. En sommige dingen kunnen ook, het noemen ze het Hawthorne effect. Ik moest even opzoeken wat het nou was. Maar dat betekent dat als jij bijvoorbeeld gevraagd wordt om deel te nemen aan een experiment, alleen al het feit dat je deelneemt aan dat experiment kan ervoor zorgen dat jij beter geconcentreerd bent, beter gemotiveerd en beter de zaken afhandelt. Nou, dan hebben we hier een aantal elementen van dat brein leren. Je kan activiteit in je lesgeven brengen of de leerlingen keuzes geven. Of ze herhaling, oefenen. Dit zijn redelijk bekende termen. Nou ben ik benieuwd wat jullie in je klas doen. Je kunt hier zien wat het allemaal is. En dan klik je naar de volgende pagina in je eigen leerobject. En daar kun je deze test maken. Wat gebruik jij nou het meeste in jouw klas? Je kunt ze allemaal doen en dan onderaan kun je klikken op klaar. Als je ze allemaal hebt gedaan. Lukt het met de chat, Katrien? Ja hoor. Intussen zien we ook dat er 8 mensen al, 10 mensen al deelnemen. Gaat hier iets mis met de grafiek? Ja. Heel klein. Maar geen enkel probleem. Leuk dat we zien dat er 10 mensen, 11 mensen deelnemen. Ja, je ziet dat de vorm veranderen. Nou, 14, al 17 mensen. Ik weet niet of het helemaal goed gaat met de grafiek. Daar moet ik nog even naar kijken, want ik heb het idee dat hij de gegevens pakt van de laatste die het invult. Ja, ik denk het. Ja, maar dat zal ik nog wel een keer aanpassen. Maar degene die het als laatste heeft ingevuld, die heeft dus aangegeven dat hij veel emotie gebruikt, veel keuzes geeft, de zintuigen gebruikt. Dat is de eentje die vaak niet zo vaak gebruikt wordt. En relevantie. En zo kun je dus kijken, oké, welke onderdelen kan ik allemaal gebruiken in mijn lessen om ze nog beter de zaken te laten onthouden en te leren. Maar dit is ook nog wel een leuke. Hier zijn 8 onderdeeltjes en die kun je dus slepen
naar wat jij denkt wat de meeste impact maakt of de minste impact. En de meeste impact, dat zijn items die je kunt gebruiken in je klas, die er meer dan 5 maanden impact behalen ten opzichte van de controlegroep. En de lage impact is 2 maanden, dat moet 2 maanden zijn. Maar deze kun je ook invullen. En dan kun je op check answers klikken en dan zie je zeg maar wat wel en wat niet. Ik ga het zelf ook even invullen, want dan kun je dadelijk ook de resultaten zien. Als je het hebt ingevuld en je klikt op check answers, dan zie je wat je goed hebt en wat je niet goed hebt. En dan zie je bijvoorbeeld al dat leerstijlen, dat lager scoort dan bijvoorbeeld het klassengesprek. En daar zijn blijven zitten en televisie, die scoren zelfs negatief in de schaal die we dadelijk gaan zien. Lukt het allemaal in de chat? Ja hoor. Ah, oké. Oké, dan ga ik... het scherm even terugnemen, Inge. Ja. En als het dan goed is, zouden jullie mijn scherm moeten zien. Ik ben niet meegewandeld, dus ik ga even... Oh, voilà. Dus Inge heeft al een klein beetje het gehad over... Breinleren. Ik ga jullie meenemen naar het gebruik van enkele modellen bij online leren. Ik ga die modellen heel kort aanreiken. We gaan er niet te diep op in. Maar dat kan, moest je daar meer informatie van wensen, kan je die zeker nog bij ons aanvragen. Nu, 2 modellen die meestal gekend zijn, zijn de taxonomie van Bloom en de SAM-R-schaal. Taxonomie van Bloom is zeker gekend in Vlaanderen in het secundair onderwijs, omdat de eerste graad secundair onderwijs nieuwe eindtermen heeft die allemaal gebaseerd zijn op de taxonomie van Bloom. Dus ik ga daar niet te diep op ingaan. Wat ik wel wil meegeven is, als je de verschillende fasen in de taxonomie bekijkt, van het onthouden, het toepassen en zo verder, heb ik hier een foto bijgevoegd met een aantal mogelijke digitale tools. Bijvoorbeeld als je wilt laten creëren, dat je dan een blog kan laten maken of een podcast. Of evalueren, dat je dan bijvoorbeeld een testje kan doen. Bij analyseren, dat je een mindmap kan laten maken en zo verder. Dus er is een heel goed boek ook van de taxonomie van Bloom van collega's Ingrid Molijn. Geschreven waar het allemaal uitgelegd staat, welke stappen, welke eindtermen en ook welke ICT-tools er eventueel kunnen aangekoppeld worden. Anderzijds hebben we ook het SAM-R-model, waar dat je vertrekt van geen technologie naar het gebruik van, dus de rechterkant voor jullie, het transformatiegedeelte. Ook daar kunnen bepaalde, dus naar elke stap, bepaalde tools aangekoppeld worden. Nu, ik ga ook iets complexere, modellen laten zien. En het eerste model waar jullie vermoedelijk ook in iemand, Annick, welke afbeelding, waar vind je die? Ik weet niet welke je bedoelt, van Bloom. Die kan ik jullie bezorgen, dat is geen enkel probleem. Dus we gaan verder naar het TPEC-model. TPEC-model is gekend uit 3 onderdelen, namelijk vakdidactiek, didactiek en ICT. Vakdidactiek of vakinhoud gaat om de kennis, dus het vak op zich, of je nu biologie, aardrijkskunde, Engels geeft, houtbewerking geeft, wat dan ook. Hè. Dus je vakinhoud, die kennen jullie veel beter dan dat wij ze kennen. De didactiek daarbij zal ook geen enkel probleem zijn. Maar dan als je vakinhoud gaat bekijken, je weet welke didactische mogelijkheden je hebt, dan te gaan bekijken welke ICT-component je er kan aan toevoegen en of die ICT-component vooral een meerwaarde kan bieden.
Ja. Dat is een heel belangrijke vraag die je moet stellen. Want als ik mijn vakinhoud bekijk en ik pak mijn didactiek samen, is daar een mogelijkheid om ICT te gebruiken dat het een meerwaarde geeft naar mijn cursisten of mijn leerlingen. Als die meerwaarde er niet is, gaan we uiteraard geen ICT toevoegen. We gaan niet ICT toevoegen om de tool, om te zeggen van, check, ik heb een tool gebruikt, ik heb een vinkje. Dat is de foute instelling. De bedoeling is dat je echt wel gaat kijken, is het een meerwaarde? En dan ook kijken van welke tool zou het kunnen gebruiken. Uiteraard daarbij komend is de context heel belangrijk. Hè? Waarin je gaat online leren gaat inzetten. En de bedoeling is dat je op het einde hier in het midden komt, waarbij ICT, didactiek en vakinhoud elkaar mooi vinden en dat je dus daar een meerwaarde gaat inzien. We hebben ook, Finish Future Teacher, een volledige module rond dat TPEC-model, dus vandaar dat ik het hier heel kort aanhaal, maar ga gerust op verkenning in die modules. Het zijn er 3, van basis tot gevorderd gebruik. Een model waar ik iets langer wil bij stilstaan, is het 4CID-model. Het 4CID-model is van de hand van Jeroen Meijrenboer van de ondertussen Universiteit Utrecht, ooit gestart aan Open Universiteit Nederland. En is vooral een model dat je gaat gebruiken als je een volledig curriculum gaat of een volledig module gaat ontwerpen in online leren. Want het is nogal een complex model. Ik heb er hier wel bij staan in een notendop. En wat je nu ziet is het 4CID-model. Maar als je het in de praktijk gaat brengen, ga je toch wel daar een beetje op zwoegen. Je start met de... Dus je ziet hier cirkeltjes staan. Je ziet blokjes staan. Je ziet hier nog verder komende blokjes staan. Die hebben allemaal een betekenis. Hier staat het allemaal samengevat op. Maar ik ga heel even naar de volgende pagina, waar ik één voor één ga uitleggen. Dus 4CID staat voor 4 componenten. De bedoeling is dat je voor elk stukje dat je gaat omzetten naar een online traject, dat je daar authentieke leertaken voor uitschrijft. Dat je uiteraard gaat zorgen voor een variatie. We gaan taakklassen maken. We gaan begeleiding geven. Just-in-time informatie of ondersteunende informatie. En we gaan het opsplitsen in kleine stukjes. Betekenisvolle hele leertaken. Je ziet hier de cirkeltjes staan. De bedoeling is dat je start met een eerste taak voor de cursisten. Met daarbij heel veel ondersteuning. Dus je ziet een heel goed gevulde grijze cirkel. Dat betekent dat er heel veel ondersteuning nodig is. En naarmate dat de taak vordert, gaat die ondersteuning afnemen naar 0. Dat kan zijn zoals het eerste hier, heel veel ondersteuning, een beetje ondersteuning, geen. Of het kan ook in stapjes gaan van heel veel naar iets minder, naar nog minder en dan. Dus dat kies je zelf naar gelang je curriculum. Daar moet je zeker heel goed over nadenken. Leertaken, dat zijn de zaken die daar dus rondlopen, rond die verschillende stukjes taken. Dat zijn authentieke taken. Dus bijvoorbeeld als jij les geeft aan kappers, dan gaat dat ook opdrachten zijn die met het beroep te maken hebben. Je gaat zorgen voor toename in complexiteit van de taken, dus met gemakkelijke taken starten en complexer gaan naarmate het einde van de leerstof. Dus het wordt geordend. Dus wat bij elkaar hoort, die grijze balk, betekent de ordering. Dus deze 3 zijn dus 3 verschillende taaltaken, waarbij veel ondersteuning, minder, geen ondersteuning is, maar die 3 horen samen. De volgende blok is dan weer 4 taken, dus dat is ook afhankelijk van uw curriculum. De ondersteunende of procedurerende informatie is eigenlijk dat je gaat informatie geven juist op het moment dat de cursisten het nodig hebben. Dus als jij een taak hebt waar ze een aantal stappen moeten volgen, dan ga je het stappenplan net op het moment geven dat de cursist die informatie nodig heeft. En je gaat dat niet geven aan het begin van de uitleg. Je gaat dat geven echt wel op het dag en dat ze het echt wel nodig gaan hebben. Deeltaakoefeningen zijn dus oefeningen die stukjes, aspecten van de taak bevatten. Ik weet dat dit een heel complex model is en dat ik er misschien heel snel over ga. We zouden daar een module apart van kunnen maken. Dus
Maar ik wil jullie toch wel even meegeven dat die module of die zaken beschikbaar zijn. We hebben een aantal jaar geleden een cursus, een tolcursus gemaakt binnen dit model. En dan moet je toch wel rekenen dat je een heel grote voorbereiding hebt om je volledig curriculum om te zetten naar dit model. Er is een vraag, Katrien, van Soekin. Zou ik mijn hele cursus op deze manier kunnen maken? Of is dat niet de bedoeling? Ja, dus dat kan perfect dat je een hele cursus met dit model gaat kunnen opbouwen. Dat is eigenlijk ook de bedoeling van het model. De bedoeling van het model is niet om één lesje daar gaan mee te gebruiken. De bedoeling is echt wel voor een hele cursus, een heel module, een heel curricula eigenlijk om te zetten naar online leren. En dat de vertrekbasis altijd een authentieke taak. Dus authentieke leefwereld, dat je daarvan vertrekt en dan hen verschillende taken geeft, dus verschillende moeilijkheidsgraden, verschillende, de blokjes hier zijn dus just-in-time informatie, op die manier. Ook hier bestaat er een heel goed boek voor om heel dat model te doorgronden, want we gaan er nu heel kort over, van de hand van Jeroen van Meijerenboer. Maar ook die kunnen we gerust die gegevens bezorgen. Nu, wat werkt er wel en wat werkt er niet? En ik heb daar bewust een foto genomen met heel veel vraagtekens op. Omdat ik jullie nu ook een vraagje wil lanceren. En je zou normaal gezien nu twee vraagjes moeten krijgen op je scherm. Eentje is om te ervaren wat je kunt doen. Heb je hier zelf een keuze? Als je online modules zelf zou doornemen, hoe neem je daaraan deel? Actief of passief? Dus mag je nu een keuze maken? En wat werkt er in een online module? Veel tekst of weinig tekst? Ja, ik zie dat een achttal mensen ondertussen geantwoord heeft, dus we gaan nog heel eventjes wachten. Ik merk ook dat het een beetje verdeeld is. De meesten denken actief, maar er zijn nog sommige mensen die denken om passief. Petra vindt de vragen niet, dus als je terugklikt onderaan op je scherm, op het blauwe icoontje van Zoom, zou je de vragen wel moeten terugvinden. Er is ook een vraag. Ja, ik zie ze. Helga vraagt, ik werk in de basiseducatie. In hoeverre kan je een deelcurriculum opbouwen met een beperkte hoeveelheid geschreven taal? We gaan daar straks op terugkomen, Helga. Maar heel leuk dat je in de basiseducatie werkt. Het 4C-ID-model, dat ik er juist heb getoond, is ook de basis geweest om de curricula voor ICT in de basiseducatie te herwerken een drietal jaar geleden. Dus die hebben het volledige curricula onder leiding van Gilles de Bond, u waarschijnlijk wel bekend, omgezet met dat model. Voilà. Oké, ik ga de poll stoppen. Dus ik zie dat er 80% zegt een actief manier van doornemen. En de meesten zeggen ook met heel weinig tekst. Oké. We gaan kijken. Als je passief zou kiezen, dan is het op de manier waarop je nu ziet op je scherm. Dat is een manier van passief informatie doorgeven. Cursisten of leerlingen moeten dan heel veel gaan lezen, in dit geval op het scherm. Als ik dat nu wil op een actieve manier gaan doen, en ik heb er een linkje bij gezet, een actieve manier is eigenlijk dat ik in dit geval gebruik maak van een quiz. En de eerste vraag van de quiz is, denk je veel tekst of weinig tekst? Veel mensen zeiden weinig tekst, ik ga het ook antwoorden. Van het moment dat je aan inleveren klikt, dan krijg je onmiddellijk feedback op antwoord. En in dit geval kiezen we voor weinig tekst op onze pagina's te zetten, omdat mensen het zouden doorlezen, dat is dan één item. En het beter is ook, als je toch wel redelijk wat tekst wilt gaan gebruiken, dat je dat verdeelt over meerdere schermen of met tabbladen werkt. Ja? Dus ik ga nu heel even terugklikken
op het passief gedeelte. Dus hier hebben wij ook gewerkt met verschillende tabbladen, maar toch onze eigen tekst zeer beknopt gehouden. Ik had ook bijvoorbeeld dat van de lengte van de zinnen hieronder kunnen zetten, actief, passief en zo verder, hier allemaal onder elkaar en jullie laten scrollen. Maar de kans dat jullie alles gaan lezen op dat moment is zeer klein. Dus als je het hier gaat opsplitsen en ik klik straks op lengte van de zinnen, dan ga je op die manier die tekst wel doornemen. Ik ga jullie eventjes een tweede polvraag laten invullen in verband met de lengte van de zinnen. Wat denken jullie? Zou je best werken met korte zinnen of met lange zinnen? De meeste van jullie denken korte zinnen, dus ik ga de poll ook eindigen. Zeker, dus we gaan kiezen voor korte zinnen. Want lange zinnen maakt de tekst moeilijker leesbaar. Dus we houden het bij kort en krachtige teksten. We gaan ook onze teksten bekijken en de overbodige woorden en zinnen zeker deleten, schrappen erin. En in lange zinnen gaan we opsplitsen in twee kortere zinnen. We plaatsen verbindingswoorden daarbij, daarom immers echter, die woorden ertussen. En we leren ook eigenlijk onze schrijfstijl aanpassen naar een zeer beknopte stijl. Met het werken van knopjes eventueel kan je dat dan wel langere teksten opdelen op een beeldscherm. Wat ook een hele handige is, is dat je tussenkopjes, dus als je bijvoorbeeld... Een digitale tool dat je kop 1, kop 2, kop 3 gebruikt, ook niet meer dan kop 3, om dus tussenkopjes te maken en ook weer voor mensen het makkelijker leesbaar te houden. Ik zag je zo net ook in de chatbox dat Nadine vroeg van, geef je nog aan interessante bronnen? Uiteraard, Nadine, maar alles is terug raadpleegbaar en we hebben... In de Future Teacher, ik denk 3 of 4 modules rond online leren wat werkt. Dus nog veel uitgebreider dan dit uurtje. Ondertussen geef ik nog een volgende vraag aan jullie. Wat denk je dat het beste werkt? Passieve teksten of actieve teksten? Jullie zijn allemaal al vrij goed op de hoogte. Inderdaad, actieve teksten. Helga gaf ook nog mee dat inderdaad klare taal en wat blieft zeker ook te raadplegen zijn rond het gebruik van correcte taal. Inderdaad, we gebruiken het beste actieve teksten. En ik heb daar een aantal voorbeeldjes staan van actief en passief. Als je bijvoorbeeld zou schrijven, de modules worden normaal gesproken gemaakt door de leraar. Dat is al een lange zin en dat is zeer passief. Als je dan kijk dat je er kan van maken. Een leraar maakt normalitair de modules. Dat is veel actiever. We hebben er nog een aantal andere voorbeelden tussen gezet. Die kan je later ook lezen. Een volgende vraag voor jullie gaat over het lettergrootte. Wat denk je? Ga je best kleine letters gebruiken of beter grotere? Ook daar is het vrij unaniem. Maar ja, toch, we gaan nog heel eventjes wachten. Nee, het is, de meerderheid kiest inderdaad voor grotere letters. En het is ook zo dat je best gebruik maakt van een iets grotere letter. En dat maakt het ook overzichtelijker. En... maakt het ook vlotter leesbaar voor mensen. Dus het beste is een lettertype kiezen, zoals wij hier gedaan hebben, van een lettergrootte van 14 te gebruiken. En dan heb ik nog een laatste vraagje voor jullie. Wat denk je? Teksten met meerdere kleuren of teksten in zwart en grijs tinten?
Ja, daar gaat het een beetje gelijk op. 64% denkt teksten met meerdere kleuren en 36% zegt teksten in grijs-zwart-wit tinten. Ik ga de poll beëindigen. En het gebruik van kleuren in de tekst is best functioneel, maar vooral overdrijf daar niet mee. Ja, dus je ziet ook in onze module zelf, als ik hier even terugkeer naar actief passief, daar wordt wel wat kleurgebruik in gezet, maar gebruik enkel kleuren als het een meerwaarde kan zijn. Het is dikwijls beter om iets in het vet of cursief te zetten, of de combinatie daarvan, dan overdadig te zijn met heel veel kleuren. Omdat het heel snel afleidt. En ook dat mensen, sommige mensen worden, ik denk dan aan kleurenblindheid, niet het verschil zien tussen jouw content. Oké. Activeren. Dezelfde vraagjes, maar op een andere manier. Dus ik ga er gewoon doorklikken. Ja, visuele ondersteuning is niet alleen kleurgebruik, maar ook het gebruik van afbeeldingen. Hè. Je kunt bijna onbeperkt afbeeldingen gebruiken, maar daar ligt ook zeker een valkuil in. Want als je afbeeldingen gebruikt, en misschien dat je dat ook eventjes in de chat kan aangeven, wat denk je dat de meest genoemde valkuil is om afbeeldingen te gebruiken? Misschien even in de chat aangeven wat voor jou de valkuil zou zijn om afbeeldingen te gebruiken. Helga geeft al aan te abstract, te veel, te overdradig. Leidt soms de content af, geeft aan. Inge geeft aan de copyrights. En de auteursrechten geeft Annick ook aan. Vergeten de bron te vermelden. Ja, dat zijn allemaal wel zaken waarmee het te maken heeft. Dus inderdaad, als je afbeeldingen gebruikt, probeer dan afbeeldingen te gebruiken die je mag gebruiken. Dan denk ik aan websites zoals Pixabay bijvoorbeeld. Die zijn, mag je gebruiken, zijn Creative Commons. Auteursrechten is een zeer moeilijk iets. In die zin, bronvermelden volstaat niet altijd. Dus je moet ook wel kijken van waar komt de foto vandaan. Dus Google is geen bron in die zin van dat je daar alles maar mag van gebruiken. Helaas, voor onderwijs is dat ook niet van toepassing. Dus onze tip is toch wel dat je gaat kijken naar websites die rechtenvrije materialen aanbieden. Maar vooral ook dat de afbeelding moet iets bijbrengen. Je moet aansluiten bij je achtergrond, bij hetgeen wat je wil gaan overbrengen. En een zinvolle relatie hebben met je tekst dat je geeft. Maar het moet ook duidelijk zijn. Als je een afbeelding daarbij zet om een afbeelding, ja, waar zit dan weer die meerwaarde? Dus vandaar dat we proberen. Afbeelding is leuk en brengt een variatie en gaat zeker bijbrengen tot leren. Als ze die zinvolle relatie heeft, als die er niet is, laat uw afbeelding dan weg. Ja. Nog enkele andere tips. Als je gaat werken, zoals je ziet, wij hebben dit leerobject voorbereid in Xerte. Xerte, want Xutkin vroeg het er juist ook van, is een auteursstoel waar je via een klassementaccount in Vlaanderen gratis mee aan de slag kan. En waarbij je ook ondersteuning kunt krijgen. Maar je merkt ook dat wij ons kleurgebruik zeer hebben aangepast tot eigenlijk drie kleuren. Wit, zwart en blauw af en toe. Wees consequent daarin, maar probeer ook een neutrale module te maken, hè, zonder te veel toeters en bellen erbij te zetten. En als je zegt van, ja, ik ga met een bepaalde kleur werken, kijk dan ook dat die kleur bijdraagt tot uw ontwerp of uw e-content. Een tweede tip is, breng rust over. Hè. Zorg dat er niet te veel tekst staat op je pagina's, zoals er juist gezegd. Dat je less is more, ik zal het op die manier kort samenvatten. Want als je daar ook weer overdadig te werk gaat, gaan mensen ook afhaken en sneller doorklikken dan het aan de context te werken. Wat ook een hele belangrijke is, is dat je kijkt naar de navigatie bij je online modules of online leermaterialen. Zorg dat cursisten weten waar ze zitten. Ofwel
als het excerpt te doen is, dat je hier onderaan weergeeft hoeveel pagina's er nog zijn, ofwel met een vooruitgangsbalk. Maar op die manier dat men ongeveer ook kan inschatten, ik heb nog een kwartier nodig of ik moet het afbreken en morgen verder gaan werken. Ik heb daarvoor een aantal voorbeelden meegebracht of uitgezocht. Voor die consequent is ook bijvoorbeeld belangrijk de plaats. Zoals je ziet, ik heb hier drie blauwe kadertjes gezet. Mijn scherm is in twee gedeeld. Ik heb geprobeerd om mijn scherm de linker en de rechterzijde even breed te maken. Maar ik begin altijd hier bovenaan, in dit geval een stimulerende vraag, met telkens heel kort te zeggen waarover het gaat. Mijn afbeelding draagt bij tot mijn stimulerende vraag. Die is ook niet te groot. En wordt rechts geplaatst, niet bij mijn vraag. Links geplaatst. Aan de rechterkant vind je dan de inhoud, in dit geval de vraagstelling, verwerkingsopdracht. Mensen moeten die gaan beantwoorden en ze kunnen klikken op het antwoord van de leraar. Ja, dus consequent gebruik is dat je altijd links de inleiding plaatst. Is er een foto nodig, wordt die ook links geplaatst en de echte verwerking wordt aan de rechterkant gedaan. Om rust over te brengen, ook daar, merk je dat die op ik heb hetzelfde voorbeeld gebruikt, dat je helemaal het gedeelte van het scherm veel witruimte hebt. Dat je de afbeelding ook wel aan de rechterkant zet. En dat je uw opdracht kort formuleert en dat mensen dan kunnen doorklikken om het eventuele modelantwoord te kijken. De navigatie heb ik hier. Je merkt dat die hier niet is aangeduid in paginanummers. Ook niet is met een vooruitgangsbalk gewerkt, maar hier bovenaan staat bijvoorbeeld 13 van 15. Dus de cursist weet op dit moment, ik moet nog twee pagina's doen en ik ben door het stukje werkvorm verwerken van kennis door. En kan dan afsluiten en morgen of twee dagen later aan de slag gaan met het volgende stukje. Dat zijn zaken waar we rekening mee houden bij het ontwikkelen van online leermaterialen. In het leerobject waar jullie ook toegang tot hebben, hebben we dit ook allemaal samengevat in een PDF. Ja, dus die kan je ook afdrukken en staat nog eens alles ook uitgelegd wat ik nu heb verteld. Zodanig dat jullie er ook zelf mee aan de slag kunnen gaan na deze webinar. En dan geef ik graag het woord terug aan Inge. Ja, zal ik zo mijn scherm weer delen? Ik was net in één keer verbaasd toen ik het aan jou moest geven, want ik miste nog een sheet. Oh. Dus die zal ik nu nog eventjes doen. Hallo. Ja, doe maar zo. Want ik moest het nog eventjes samenvatten. Zien jullie mijn scherm weer? Ja. Ja, Katrien is er eigenlijk ook al op verder gegaan, hè, visuele prikkels. Activiteiten, hoe maak ik daar nou een goede volgorde van? Wat ik straks vertelde, hè, dat stukje over die regenwormen, dat is natuurlijk storytelling. Dat is een manier waarop je de leerlingen in een bepaalde mindset kunt krijgen. En ook gewoon eens vragen naar, wat waren nou jouw fijne ervaringen? Daarmee werk je in op de emotie. En daarmee heb je ook al dat er veel meer prikkels naar het brein gaan dan ervoor. Hattie, ik weet niet of jullie die kennen, John Hattie, die heeft voor mij 2009 al, heeft hij een heel onderzoek gedaan en ik ga daar verder nog iets meer over vertellen. Maar hier staat een sheet waarbij je eens kunt kijken naar wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Hij heeft daar een heel kwantitatief onderzoek naar gedaan, dus hij heeft niet gekeken naar de kwaliteit, maar hij heeft alleen maar heel veel studenten bevraagd. En het is heel interessant. En die had hij. Dan sla ik eventjes Katrien's presentatie over. Die John Hattie, die heeft een heel onderzoek gedaan. En dat heette wat leren zichtbaar maken. En ik vraag me af wat jullie verstaan onder leren zichtbaar maken. En dan moet je weer even naar je leerobject gaan. Of je zet het in de chat. Ik ben benieuwd wat jullie onder wat leren zichtbaar maken. Wat jullie daaronder verstaan. Hoeft maar een heel kort antwoord te zijn hoor. Oké,
Als er iets in de chat komt, Katrien, dan zeg jij het weer, hè? Ja, hoor. Ja. Effecten meten. Wat wel niet werkt als mijn testantwoord. Ik zie in de chat staan structuren verduidelijken. Ja, dat is niet helemaal wat hij heeft onderzocht. Maar dat is, ik kan me voorstellen dat je dat ook ziet als leren zichtbaar maken. Vorderingen van de cursus tonen via een score. Ja, dit is op cursusniveau. Een mindmap laten hangen, maken, wat is blijven hangen. Dat is eigenlijk een beetje testen van wat, er, wat heb je er nou van geleerd. Dus ook op studentniveau. Feedback geven. Nou, dan ga ik naar de volgende sheet. Mr. John Hattie. En vorig jaar tijdens onze Future Teacher Talk, in 2017, heeft Steven Mannes haar een hele mooie presentatie over John Hattie gegeven. Ik heb een paar sheets die hij daar gebruikt heeft eruit gehaald, omdat die heel interessant zijn om nu ook nog een keer te vertellen. John Hattie die zei, het grootste effect op een student is wanneer de docent ook leerling wordt en de leerling eigenlijk docent. En hij is gaan onderzoeken naar wat zijn nou technieken en onderdelen die ik kan gaan gebruiken en die de meeste effect hebben. En dat heeft hij niet gedaan door, wat ik al zei, kwalitatief onderzoek, maar kwantitatief. En hij heeft 1000 meta-analyses gedaan en hij heeft die 50.000 onderwijsonderzoeken heeft hij samengevoegd. En dat waren 240 miljoen studenten die eigenlijk deelgenomen hadden aan die onderzoeken. Dit was natuurlijk in 2009, ondertussen is hij ook wel verder gegaan. En ik las pas ergens dat hij al 300.000 studenten heeft kunnen bevragen. Wat hij dan uit dat onderzoek heeft gehaald is onder andere, wie heeft nou de meeste invloed? En dan blijkt dat de student zelf de meeste invloed heeft op zijn leren. Maar gelukkig dat wij als docenten ook een grote invloed hebben. En de andere zaken zijn eigenlijk wat minder. En dan heb ik even een voorbeeldje van hoe hij dat heeft gedaan. Hij heeft heel veel onderdelen dus onderzocht. En ik pak er even eentje en dat is huiswerk. En dan moet je maar even in de chat zetten waar jij denkt dat huiswerk scoort. Op een schaal van 0 tot 1. Of ja, kun je zeggen van 0 tot 1 is dan 1 is 100. Komt er iets binnen in de chat, Katrien? Ja hoor, ik... zie een 0,4, ik zie 25%, 0,3. Hangt af van het type huiswerk. 0,2, 2 van 10. Dus ik zie daar heel veel binnenkomen. En Helga geeft ook nog de tip mee dat John Hattie zeer interessante boeken heeft rond het onderzoek. Impact van leren, daar staan al die onderzoeken in en dat klopt Helga. Dus dankjewel voor de tip. En leuk ook dat jullie allemaal eigenlijk wat lager scoren, zeg maar, aan de linkerkant van de module. Ik ga even kijken naar wat dat dan met John Hattie doet. En dan zie je ook dat hij niet in het grootste effect zit, maar hij zit op 2,27 geloof ik. Of 0,27. Dus deze scoort niet zo hoog. En zo is zijn lijst opgebouwd. En hoe ziet dat er dan uit in 2009? Dit is de hele lijst. Die score, dus hij heeft dat allemaal onderzocht. En de beste score is in dit geval 1,44. Vraag me niet hoe hij dat allemaal berekend heeft. En de laagste is min 0,34. Dus er is zelfs een negatief effect op de prestaties. Het is heel leuk om een keer door die lijst heen te kijken. Om te zien van, goh, wat zit nou hoog en wat scoort nou eigenlijk veel lager.
Nu was ik bezig met het voorbereiden van deze presentatie. En toen kwam ik erachter dat hij vorig jaar ook een hele revisie heeft gedaan. Want hij is helemaal doorgegaan met het onderzoeken. Bijvoorbeeld in 2009 scoorde co-teaching of teamteaching heel laag. En dat is eigenlijk best wel vreemd. Maar dat kwam omdat dat toen bijna nog niet toegepast werd. Dus hij had daar heel weinig informatie over. Dus als je zo'n onderzoek bekijkt, moet je dat ook zeg maar, even goed over nadenken. Hoe kan het dan dat lager scoort? Web-based werken scoort ook helemaal niet hoog. Maar daar bedoelt hij waarschijnlijk niet mee het werken met een LMS en interactieve modules. Dus ook daar moet je af en toe even doorheen kijken. Maar over het algemeen is het heel interessant. En in deze pagina heeft hij ook de nieuwe lijst. Maar die werkt wat anders. Die heeft hij ingedeeld in student, curriculum, home en school. Erg interessant om een keer naar te kijken. En Helga, helemaal gelijk. Die boeken zijn ook super interessant om een keer te bekijken. Ja, van John Hattie. Ondertussen geeft Els ook nog mee dat huiswerk belangrijk is in een e-learning cursus. En ze zet er tussen haakjes bij leerpaden maken. Ja, het is ook in de ene situatie is iets heel belangrijk. En in de andere situatie is dat weer niet belangrijk. Huiswerk maken scoort waarschijnlijk ook wat lager. Omdat er al die studenten zitten ook basisschoolleerlingen. En die maken natuurlijk veel minder huiswerk. Dus dat beïnvloedt natuurlijk ook het cijfer. Want het is echt, zoals ik al zei, kwalitatief en niet kwantitatief. Nou is er ook een hele mooie vertaling van, of een samenvatting van dat onderzoek van Hattie. En dat heet methode van de bovenste plank. En dat heb je in je leerobject zitten. Dus die kun je daar ook eens bekijken. En hier is het nog wat makkelijker uitgelegd. Ja, ik heb het al een beetje verteld tussendoor. Er is ook wel wat kritiek op zijn werk. En dat betekent dus veel of kwantiteit of kwaliteit. En ook dat sommige antwoorden wat vertekend zijn omdat het goed was. Of omdat het in de ene groep wel heel goed past, maar in de andere groep niet. Dus hou het niet aan als heilige bijbel, maar je kunt het wel echt goed gebruiken als naslagwerk. Nadine vraagt ook in de chat van, geldt deze onderzoek voor alle lagen van onderwijs, ook hoger onderwijs? En meestal zegt men tot lager en secundair. Dit is inderdaad hoger meegenomen. Hè? Ja. En Helga vraagt ook nog van, hebben jullie een idee van hoeveel volwassenen er in de onderzoeken zaten? Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, ik weet ook niet of dat... In mijn boekje staat dat niet. Ik heb hier een samenvatting, dus een heel klein boekje. Maar dat staat ongetwijfeld ergens in bij zijn onderzoek, wat hij dan heeft onderzocht. Nou, dan komen we aan het einde van deze presentatie.